Welkom bij een nieuwe aflevering van De Garde van Gert. Vandaag is het hier Limburg boven, want mijn gast is Bert Meeuwis van restaurant Slagmolen in Opglabbeek. Oeh, een hele mond vol, maar het klopt, hè Bert? Het is helemaal juist. Dank je wel. Goed. Goedemiddag. Ja, wat heb je meegebracht voor ons? Ik heb meegebracht zetong. Dus we gaan reepjes maken van zetong met tartaarsaus en een smeuïge aardappelpuree. Maar zo reepjes, zo gepaneerd? Zo... Gepaneerde reepjes. In het Frans zeggen ze daar goujonnettekes tegen. Hè. Maar ja, in Nederland zijn dat reepjes van zetong. Dus wat gaan we doen? We gaan de zetong fileren. We gaan aardappelpuree opzetten. We gaan verse mayonaise maken. En dan ga ik weer aan het werk zetten voor alle garnituren van een tartaar te fabriceren. Luxe fish sticks. Luxe fish sticks, maar zo lekker. Zo lekker. Ja, maar als niks mis. Nee, dus we gaan beginnen met de zetong. Die ligt nog koel in de frigo. Hè? Ja. Ik heb er twee tongsjes. Je gaat volledig van de volledige vis beginnen. Ja. Eigenlijk. Ja, we gaan laten kijken wat dat moet. Dus dat is een tong die niet... Allee, daar moet vuil nog vanaf. Hoe doen we dat? Ik ga dat eens even laten kijken. We pakken een heel klein beetje kokend water voor dat vuil los te krijgen. Voilà, hè. Volle bak moet daar staan. Ondertussen schillen wij, we gaan die niet allemaal pakken, dat is te veel, 4 patatjes, Gert. Ja, dat is goed. En die mogen dan in grote stukken versnijden en die gaan we opzetten voor pureetje te koken. Hierin, voilà. Wat moet nog lang koken, dat zijn de eitjes. We gaan een klein potje opzetten voor onze eitjes te koken. Oela. Dus je gaat nu het vel van die tong eraf halen met kokend water, als ik het goed begrijp. Ja. Ja, ja, ja. Dat is een soort goocheltruc. Nee, dat is geen goocheltruc. Dat is gewoon dat dat loskomt van onder. Dat is het gemakkelijkste. Dus we nemen een schoteldoek of een vaatdoek om die tegen te houden. Voilà. Dus voilà, wat doen we nu? We stoppen de staart van die zeetong in kokend water. Ja. Voilà. Zo. Uiteraard niet die volledige tong, hè. Ik heb dat nog nooit gezien, Bert, wat je nu doet. Dan komt dat los, weet je. Dat wel. Ja. En dan heb je een begin eigenlijk. Dan heb je een begin, dan kun je dat vastpakken. Maar met een doekje, want dat schuift. Dat is glibberig. En dan trekken we ze een jas uit. Voilà. Hetzelfde aan de andere kant. Mol. Voilà. Voilà. Ziet er eenvoudig uit, maar toch, waarschijnlijk heb je dat toch al eens een paar keren gedaan. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dan snijden we de kop eraf. En dan gaan we weg. Voilà. Kun je er niks meer mee aanvangen? Nee. Ja, je kunt dat spoelen en meegebruiken als je een visbouillon maakt. Dat kun je doen, hè. Zeg, ik wil een visje mee maken. Geen probleem. Nu gaan we ons plank een beetje zuiver maken. En dan gaan we het tongsje fileren. Dat zit al een klein beetje kuiten. Dat is een tijd van het jaar. Het is een beetje de kuitentijd al. Zoals ze zeggen. Dat vuur misschien pakken, dat gaat beter gaan. Hè? Ja. Dus tong verleren. Van de graden wegsnijden, heel eenvoudig. Eerst in het midden. Onder de filet door. Voilà. Dat is nummer 1. Nu, mensen die zich hier niet aan willen wagen, kunnen die vragen uiteraard... gewoon 4 tongvlees aan de visboer, uiteraard. Voilà. Ja. Maar ja, het geeft altijd meer voldoening, hoe meer dat je zelf kunt doen, natuurlijk. Dus ook zo, als je zelf je tong verleert, ziet je ook hoe ver je tong is. Dat kun je niet zien nu verlezen. Allee, moeilijker. Dus die kuit die gaan we eruit snijden, want die hebben we niet nodig, uiteraard. Voilà. Nog even likken. Dan mag je weg. Dan gaan we ons plank nog eens opnieuw zuiver maken. En dan gaan we die filets pareren. En dan gaan die in reepjes snijden, in goujonnettes. Hoe heet dat juist, Bert? In Frans zijn dat goujonnet. Goujonnet. Ja, in het Nederlands zijn dat reepjes, hè. Tongreepjes. Voilà. Dus we hebben hier onze zeetongsjes, onze filetjes. We gaan even kijken dat er nergens geen graadjes meer aan zitten. Dat ziet er al niet slecht uit.
overtollige bloed ervan af, als dat er nog moest eraan hangen. De baard mag er ook vanaf. Voilà, dat zijn vier mooie vlekjes. Die ga ik nu in repen snijden. Twee, drie, vier. Ik ga je ook niet te klein snijden, want dan worden ze te droog in de friteuse ook. Allee, moet een beetje lekker blijven. Voilà. Dat zijn onze tongreepjes. We gaan ons twee eitjes laten zakken in dat kokend water. Zeg, en... gaat deze potten kunnen geven met patatjes? Is dat niet groot genoeg? Ja, dat zal dan wel. En dan zal ik wel patatjes uit. Nou, dan pakken we een grotere gertenschip. Ja, nee. Maar dat is wel. Maar we gaan niet zo. We gaan geen 10 kilo puree maken. Hè. Hè? Voilà. Die eitjes gaan we een tiental minuten koken. Meer heeft dat niet nodig. Die hebben we niet meer nodig. We hebben alleen nog wat werk met ons kleine turkjes. Dus de tongjes die moeten gepaneerd worden. Voilà, de patatten zijn vertrokken. En dan is er nog een hoop van dat geprul vandaag zeker. Hè? Van die cornichonnetjes en die toestanden allemaal voor in die tart. Dus we gaan de tong paneren. Ja? We gaan een mayonaise maken, maar we gaan niet te veel pakken. We gaan een halve liter olie pakken, dus twee eidooiers. In een mengkom. Mayonaise is de basis. De tong moet geportioneerd worden, gepaneerd worden. En dan hebben we de garnituren van de tartaar. Dat is eigenlijk het meeste werk. Dus je mag... Wacht, hè. Hier ga ik met de mayonaise draaien. Jij mag twee eiwitten. Hier een klutsen. Twee eiwitten? Twee, meer niet. En een beetje loskloppen. En het geel is er niet meer nodig? Het geel mag in de... En een potje in de frigo. En stel nu dat er een klein beetje geel bij zit, is dat dit? Nee, dat is niet erg. Het is niet dat het dan gaat schiften of zo, hè? Dat niet. Dus we hebben bloem. Voilà. We hebben onze eiwitten. En we hebben onze paneermeel. Voilà. Dus we gaan ons tongjes een beetje kruiden. Peperzout aan twee kanten. Dan mag je die eerst in de bloem draaien. De bloem er afkloppen. Dan in het eiwit. En dan het paneermeel. En als ze gepaneerd zijn, hierin leggen. Voilà. Als ze finished zijn, daarin. Ja. Komt dus volledig. Tjak, tjak, tjak. Tjak, tjak, tjik, tjak. Voilà. Koekenbak. Dan gaan we beginnen aan de mayonaise. Gewoon een klassieke mayonaise hebben we nodig voor onze tartaar. Dat is, voilà. Met zonnebloemolie, normaal is dat op per liter olie gebruik je 4 dooiers. Wij gaan nu... Heb je die dooiers nog eigenlijk? Ja. Ah ja, nee. Zit je? Daarom had je die heb ik in de frigo gezet. Dan gaan we die gebruiken voor de mayonaise. Ik heb ze verstopt in de frigo, Bert. Je gaat goed moeten zoeken. Ik denk dat ze ver verstopt zijn. Nee, echt wel. Moet ik die hebben? Is dat zo? Ja, staan in de frigo. Oké, goed. Dan ga ik ze gebruiken. Ah ja, oké, voilà. Ik dacht dat het een grapje was. Nee. En heb je ook in de pannen lekker? Jawel. Dat mag sneller, hè. Dat mag harder. Voilà. Ik kan misschien toch nog een derde... Wil je nog wat eiwit bij hebben of heb je genoeg? Ik ga misschien hier nog een eiwitje bij doen. Dat gaat wel lukken, denk ik. Wacht, hè. Ik heb toch nog een eigeel nodig. Dat moet eruit, hè. Daar zit dus geschaal in. Ja, maar dat bakken we wel weg, hè. Ja. Voilà, we gaan 3 dooiertjes gebruiken. Als dat in de frituur zit, dan is dat schelken. Mosterd. Voilà.
Voilà. Peperzout. Losrollen, dan gaan we hier een doekje leggen op onze plank, dat onze kom niet gaat ronddraaien. Voilà. Dan gaan we dat systematisch een beetje olie aan toevoegen. Ongeveer 6 deciliter op 3 dooiers. 6, 7. Ja. Komt niet zo nauw. Ik ben stil vandaag, hè, Bert. Ben ik stil? Nee, ik. Als ja, je me zo een, hoe komt het, Gert? Zijn je moe? Nee, het is een jobje waar ik me een beetje moet op concentreren. Ah, ja. Ik vind het toch niet zo ingewikkeld, hoor. Allee, ik weet niet, maar... Ja, voor mij wel, hè, Bert. Ja. Okay, dat is het verschil. Hè. Daarom stond jij in een restaurant en ik niet. Hè. Ah. Voilà. Mooie homogene mayonaise. Moet je kunnen omdraaien. Boven uw hoofd? Nee, nee. Je gaat me niet uitdagen. Ah, nee, dat dan, is mijn dingen mee. Ja, het ziet er goed uit. Ja. Wow, wat gaan we hier? Dit is onze basis. Dus daar moet zelfs nog wat azijn bij. Shallotjes, ja, ajuintjes bedoel ik. Gehakte peterselie. Daar laat ik er nu over. Dat kun je goed, dat weet ik. Peterselie hakken. Dus die gaan die dat beetje is een spoelen. Van mijn specialiteiten. Dan die kappertjes gaan we afgieten, die gaan we een beetje loshakken. En dan die augurkjes voor onze tartaarsaus. En we hebben nog tijd, ik zie dat we op schema zitten. Dus we moeten ons niet gaan opjagen. Het is een dag dat jij niet binnen het half uur klaar bent. Die moet nog... Pas op, hè. Je mag niet te veel rode bevolking nemen ook niet. Hè. Die moet nog aanbreken. Voilà. Die tong even terug in de frigo leggen. Die hebben we niet nodig. Je kunt er gewoon mee schudden, Gert, met die bak. Ja. Zo links, rechts en dan is dat ding in orde. En, ja. Ja. En aan de andere kant ook zo is goed. Dan komt dat helemaal goed. Zou ik mijn beroep ervan kunnen maken, van paneerder? Oh, waarschijnlijk niet. Voilà, een beetje ajuin. Nou, dat we die helemaal snijden, deze ook. Dit is nu van die panko weer zeker? Dit is panko, ja. Japans paneermeel, maar gewoon paneermeel gaat juist even goed. Hè. Ik heb dit wel heel even in de blender gedaan. Ja, het is fijner panko dan dat ik vind. Persoonlijk vind ik dat beter. Allee. Het is niet dat je dat deed in verschillende nummers of zo, nee. In verschillende maten. Nee, je moet dat zelf maar een beetje. Ik weet niet hoe lang onze eiken zo ongeveer al opstaan, maar. Ja. Een beetje nog 5 nog. Ja. Nu is het eruit met de patatjes. Je hebt ook nog 5 minuten nodig. Oké, dus. Een beetje peterselie wassen, drogen en hakken. Een beetje kappers. Maar we gaan er wat vocht af doen. Vroeger, als ik thuis peterselie moest doen van mijn moeder, dan was dat in een glas met een schaar. Met een schaar, ja. Ja. Ze heeft mijn moeder dat vroeger ook soms gedaan. Hè. Gebeurt dat nog? Ja, in een restaurant niet natuurlijk, maar... Er zijn een vrouw die dat doen, hè? Ja, ja. En dan mocht ik helpen. Nou, daar konden er weinig mee verkeerd doen. Hè. Niet echt veel, nee. Zolang je maar in het glas bleef, hè, dan.
Voilà, we haken die kappers een klein beetje fijner. Alhoewel dit al mooie fijne kappers zijn, dus die hebben niet veel nodig. Vroeger, Peter Serie, dat werd voor alles gebruikt. Hè. Dat was, Maar nog, hè. Wordt nog heel veel gebruikt. Hè. Dat is echt het populairste kruid eigenlijk. Onze eitjes, ik denk dat die nog een minuutje of drie... Tja, je kunt het niet zien. Drie minuten. Voilà. Dus... Nee, de puree is nog niet goed. Dus jij doet de peterselie, hè. Dan doe ik die... die kappers hier... beetje gesneden. De augurken bedoel ik. Ik kan niet veel afwas maken, hè. Voor niks. Dat is wel de snelste manier. Voilà, hè. Heb je dat graag tartaarsaus of heb je dat liever niet? Ik eet dat graag, ja. Maar ik eet alles graag met zo'n mayonaise. Mayonaise. Maar er is niks mis met mayonaise. Hè? Mayonaise is een basissaus. Hè? Allee, gelijk een Hollandaise. Is gewoon eierbereiding. Hè? Ik vraag me af, hoe zijn ze dat nu toch ooit? Allee, ja, dat is nu toch niet evident? Nee, voor dat uit te vinden. Hè? Zou dat per ongeluk gebeurd zijn in de tijd? Dat ik het niet weet. Dat zou wel eens kunnen. Het is niet zo dat ze op de kokschool de geschiedenis van de mayonaise onderrichten. Daar was ik toen in ieder geval die les niet aanwezig. Dat kan, ja. Of die hand opletten. Ja. Word je een goede student? Waar gaan we dit nu? Iets anders. Nee, ik was... Praktijkgericht. Praktijkgericht was ik goed. Theorie, dat was iets minder aan mij besteed, eerlijk gezegd. Ik ben nooit geen superstudent geweest. Ook geen spijt van, hè. Op. Ja, maar je hebt het ook niet ver gebracht, hè, Bert. Dus... Nee, daarom niet, maar het is gewoon... dat moet je ding zijn, hè. Gelijk wiskunde, al die vakken, als je dat niet... dat was niet mijn ding, dus ja. Ik deed dat liever niet. Voilà, dus we hebben nu eigenlijk alle ingrediënten. Die peterselie mag je dan zelfs bij. Die eitjes nog een minuutje, dan gaan die af. Die puree die gaat... Die hebben nog 2 minuten. Hebben we ook een puree-stamper hier? Is dat een moeilijke vraag? Ja, we hebben dat. Serieus? Maar waar? Ja, ik heb dat zeker. We hebben hier al zo dik als puree gemaakt. Ja, hola. Ah, ja. De eerste schuif die we vast hebben. En ook nog een goeie. Professioneel materiaal, mooi. Ja. Voilà, we gaan die eikens, die zullen nu wel goed zijn, eruit halen. Een beetje schrikken. En dan gaan we die pellen en hakken. Het liefst eten kijk zo... Een grove tartaarsaus. Met grote stukken in. Omdat je geen goesting meer hebt om die peterselie fijn te hakken. Dat is echt lekker. Dat is goed geprobeerd, maar dan gaan we toch een beetje fijn hakken. Dat je nog zo proeft dat je wat structuur hebt. Ja, maar ik snap hem. Ja, dat niet, hè, ja. Jij zit de chef, ja. Ja. Er bestaan ook zo van die holletjes. Ik weet niet of je dat kent. Zo van die wieljes die je zo met 5 tegelijk... Nee. Ik heb dat vroeger ook gehad, maar dat is nog wel snel kapot. Allee. Voilà. Dat is hier van een fijnheid zelden gezien.
Je mocht dat erbij kappen, Gert. Met die agurkjes of ja, hier met een... Ja, dat is een spaat. Ah, mijn spateltjes. Voilà. Oké. Voor als je een klein beetje plooien. Ja. Maar dat eitje een beetje prakken. Allee, een ei hard koken, Bert, dat is hier toch niet mogelijk, hè? Nee, dat is gewoon 10 minuten, hè. En dan zijn er toch heel veel zaken. En daar wil ik tegenop komen. Brasseries, tavernes, eetcafés. Die zelf tegenwoordig te tam zijn om in eigen eieren te koken. Ja, die komen gekookt binnen, hè. Vaak getrokken. Ja, maar dat zijn geen eieren meer, hè, Bert. Nee, dat zijn stuiterballen, hè. Dat is rampzalig, maar ja, goed, het is zo. Er zijn veel van die... Je kunt alles kopen. Dus dat noem ik dan assemblagekoks. Ja, maar het is ook gewoon niet hetzelfde. Alles gewoon op bord leggen, die niks zelf maken. Dat is een beetje jammer. Dan port wel het niveau van restaurant. Even lekker zou zijn, ik zou nog zeggen dat... Maar dat is gewoon niet. Nee, dat is niet. Voilà, kijk, Gert. Dat aan hier aan doen. Dat is al een beetje garnituur, hè. Dus als een dokter zegt dat je geen groenten eet... Amai, maar dat is licht hem, hè. Oh, de vitamines springen eruit. Voilà. Nu. Mayonaise. We gaan hier eens mee beginnen. Je dat eens mooi mengen. Er komt nog wat azijn op. Gewone witte natuurazijn. Wacht, hè, niet stoten, want dat is er te veel. Voilà. Die lepel gaan we zelfs gebruiken voor knalletjes te draaien voor onze puree. Hoe zitten we met de timing? Nog 8 minuten. Ho, ho, ho. Gaan we een keer over tijd gaan, Bert? Gaan we eens een vitesse hoger schakelen? Dat mag allemaal. Nee. We gaan rustig blijven. We gaan die aardappeltjes afgieten. En dan gaan we eerst ons ziftje hieruit halen, want anders is dat straks gesmolten. Dus dat gaan we niet doen. Voilà. Wat kunnen we dit ook gebruiken? Ja, maar dit is een smaaktest onder lippen. We gaan dat opnieuw gebruiken. Dat gaan we terugzetten. We hebben er nog eentje hier. Excuseer. Goed. Denk ik. Ja, we gaan het dadelijk afsmaken. Waarschijnlijk moeten er nog wat kruiden bij. Ja, wat moet er nog bij, denk je? Ik weet het niet. Ik ga eens proeven. Hè. Misschien nog wat azijn of wat zout of peper. Ja, zuur is zuur. Een klein beetje zout zou kunnen, maar dat moet ik helemaal beslissen. Maar is zeker zuur genoeg met die agurkjes en zo die er al in zitten. Ja, is niet verkeerd. Klein beetje zout, ik dacht dat, ja. Goed. Voilà. En nu een heel klein beetje warm water. Is hier iets minder vettig. Heb jij eruit gevonden of? Nee, dat is zo. Mayonaise doet er altijd een heel klein beetje warm water. Het is geen zever, hè. Ja, waarom? Heel lepelje. En is het gewoon smuibig. Allee, dat is nieuw. Zelfs. 6 minuten en een half nog, hè. Hoeveel? Hier, die patatten staan hier op. Ja, die moet je een beetje losroeren. Die moeten we uitdampen. Ja, maar... Voilà, kijk. Ik hoorde ze al... Voilà, ze. Toepje punt zelf. Dat is toch daar. Nu, zonder zever... Hij is een beetje groffer, hè, maar dat is wel lekker. Hè. Het moet zo zijn. Ja. Als je het samen eet met je tong straks, zult je zien. Ah, straks, zelfs. Kijk, die zijn goed. Die mocht je nu, maar niet op de plaat, dan duwt je er doorheen. En dan doen we daar wat boter in. Klein geutje melk. Wat van uw notenmuskaat. En dan gaan we dresseren. Echt een super klassieke puree, hè? Gewoon puree, veel boter en... Mogen er voor u nog zo wat... Dus het rondje gaan we nog draaien voor daarbij. Zullen we wat stukjes in zitten of liever? Van mij mogen daar nog wat stukjes in zitten, ja. Nu nog een gedraaid citroentje. Klassieker kan niet, maar dat vind ik geweldig. Voilà. Wat
gewoon voor diegenen die dat willen. Voor mij moet dat niet. Ik eet mijn tong altijd zonder citroen. Maar ja, goed, dat is persoonlijk. Voilà. Dan gaan we wat boter gaan doen, Gert. Klein klontje, niet overdrijven. Nee. Ja, ik hoor u denken. Nee. Ik heb hier al andere purees zien maken. 50-50, Bert. Nee, dat gaan we niet doen. Een beetje peper gaan we erin doen. Maar zeer lekker, hè? Daar niet van. Hè? Notenmuskaat. Voilà, hè. Oké. Er moet misschien nog wat zout bij. Dat denk ik. De boter is bijna al weg. Ja. Beetje zout en een klein beetje boter. Ja. De zeetongjes laten we zakken. Dat is nu toch raar dat sinds de garde van Gert dat ik dikker geworden ben, hè? Daar snap ik niks van. Nee, hè? Dat is nu toch raar. Hè? Dat zal nu toch niks met die boter te maken hebben, zeker? Een puree moet boter zitten. Dat is zeker. Dat. Het is ook zo, in de keuken, boter moet niet geweerd worden. Hè? We zitten hier in België, we hebben een botercultuur. Hè? Olijfolie is leuk, maar boter... Ik vind niks mis mee, met boter. Voilà, nu gaan we daar knelletjes van draaien. Ja, dat is, hij is heftig, maar we pakken er niet te veel van. Hè. Een beetje verdorgen, hè. Dit is ook een klein beetje... dat is niet negatief, hè, maar ook kindjes eten zo. Hè. Dat is absoluut. Nog... Oh, nog 2 minuten en een half. Voilà. Even laten rusten. Lekker. Maar dat kunnen we nog nergens eten, hè, Bert. Jammer genoeg. Ah, waarom niet? Dat begrijp ik nooit. Het zijn zo'n lekkere, simpel dingen. Maar die zijn goed gepaneerd. Gelukkig. Dat is zo. Allee, echt ik wil niks zeggen, Gert, maar dat is toch... Dat is ook zoiets voor saus aan een tv. Zo, als vingerfood. Zo, zonder patatenpuree, maar alleen zo soppen en tartaar. Feest. Dat is voor gelukkig van te worden. Voilà. Klaar. Reepjes. Van de kleur van het bord te zien, het is een redelijk wit-geel bord, zo, laat ons zeggen. Ja. Ja. Misschien kunt u er een slaatje bij eten ook nog. Dat kan, dat kan. Zo. Om het wat lichter te maken. Maar pas op met sla, want het is een dikmaker. Ja, dus, Bert. Ja, de reepjes van zeetong, gepaneerd, krokant gebakken, gefrituurd eigenlijk. En een smeuïge aardappelpuree met een beetje boter. Een beetje veel boter. En dan hebben we daar een eigengemaakte tartaarsaus bij. Gewoon samen eten, een beetje citroen erop en feest. Smakelijk. Niks moeilijk aan. Iedereen kan het zeker niet als u, of zeker wel als u surft naar njam.tv, want daar vindt u de recepten van dit programma en alle Njam-programma's terug. Zeer helder uitgelegd. Bert, dank je wel. Goeie reis terug naar Opglabeek. Dank je wel. En ik kom binnenkort zeker eens eten. Dank u. Ja, met veel plezier. Welkom. En u thuis, uiteraard, dank je wel dat u heeft gekeken. En graag tot de volgende garde van Gert. Dank u. Zie je hier, zeg. Er was er toch nog eentje over? Ja, maar dat had ik al aan mijn kant gefoefeld.